de legging voor de kreeft. Voor de komende 3 maanden. Oktober, november, december. Wat gaat er gebeuren tussen jou en jouw soulmate in het einde van het jaar? Ik heb op dit moment een kortingsactie, dus als je een persoonlijke reading wilt aanvragen met een korting, dan kan dat via mijn website. Ik zet de link in de beschrijving onder de video. We hebben ware liefde. Dus dit is jouw ware liefde. Maak jezelf vrij. Het is tijd om de regie van je leven weer in eigen hand te nemen. Kinderen. Kinderen hebben hun invloed op je liefdesleven. En let op tekens. Dus er worden jouw tekens gestuurd, toegestuurd vanuit het universum, door de engelen. Die geven jou aan welke kant je op moet. Ja, maak jezelf vrij. Dus dat kan zijn natuurlijk vrij van iemand. Een ex misschien. Of kan ook natuurlijk op een andere manier. Dus dat je bepaalde dingen kan loslaten. De verantwoordelijkheid nemen over dingen die gebeuren in je leven. Uit de slachtofferrol komen. En ja, zelf die regie te nemen van je leven. Kinderen hebben een invloed op je liefdesleven. Dus dat kan zijn jouw kinderen. Dat kunnen zijn de kinderen van jouw soulmate. Misschien hebben jullie samen wel kinderen. Of misschien is het op een andere manier. Dat een van jullie zich dus wat meer letterlijk vrij moet maken. Door bijvoorbeeld, doordat een van jullie bijvoorbeeld nog in een andere relatie zit. Maar in elk geval weet dat dit jouw ware liefde is. Boze geesten. Nummer 5. Gaat niet echt over geesten, maar meer over de eigenschappen die je hebt. Die iedereen heeft. Iedereen heeft eigenschappen of dingen in zich die je liever anders zou zien. Dat heb jij, dat heeft jouw soulmate, dat hebben andere mensen. En ja, dat heeft iedereen. Dus het is beter om dat te accepteren. En kijk, niemand is perfect. En we hebben meegaan op de golven. Dat is nummer 14. De golf van succes is dat. Dus je zit op die golf van succes. Probeer daarop te blijven meebewegen. Ga mee op die golf. Want nu is de tijd dat je succes hebt. En we hebben een magische kaartlezer. Dus deze persoon, jouw soulmate, is met een bepaalde reden in jouw leven gekomen. Het is natuurlijk ook ja, de eigenschap eigenlijk van een soulmate. Die leert jou belangrijke levenslessen en laat jou zien wat jouw ziel eigenlijk wil leren hier op aarde. En ja, is dus, je hebt deze persoon niet zomaar ontmoet en er is een reden voor. Is ook echt een soulmate kaart, een magische kaartenlezer. Voor mij in elk geval. En vraagt je ook om te vertrouwen op het universum. Vertrouwen op ja, de toekomst. Dat het veilig is. We hebben gezien met de tekenkaart dat het universum jouw tekens stuurt. En dat je de juiste kant op gestuurd wordt. Dus probeer erop te vertrouwen. Ook al zie je het nu nog niet. We hebben de hamer. Dus eraan werken. Werken aan jezelf. Dingen opbouwen. Maar ook het volhouden. Blijven proberen. Sleutels. het hebben van opties, maar ook het maken van een beslissing. Camera. En het koffiekopje. Dus ja, een vriendschap, iemand zien, zeg maar, met mensen, met deze persoon praten, elkaar ontmoeten. Dus koffie drinken met jouw soulmate. En daarmee praten, misschien plannen maken. Genieten ook van het moment. En je goed voelen, je gelukkig voelen, je blij voelen. Dat is wat we hier zien. Nieuwe herinneringen maken. Wat ik ook zie is dat jouw soulmate veel naar jou... bijvoorbeeld naar jouw foto's kijkt. Omdat diegene je echt mist. En graag bij je wil zijn. Verzamelen. Dingen verzamelen. Kiezen van een nieuwe richting, hè? Opnieuw je richting kiezen. Groei. En ja, toch een beetje op je hoede zijn. Dus zeker een groei. Wat we hier zien gebeuren is dat er een richting wordt gekozen. Hè? Dus het kan gaan dus om een keuze tussen twee personen. Hè? Wat we in het begin naar voren zagen komen. Dat het daar misschien om gaat. Dus deze persoon kiest een nieuwe richting. Kiest voor jou. En ja, dat is waar diegene dus mee bezig is. Hè? Waar je dus ook hele grote groei in gaat zien in de komende 3 maanden. Ik zie dat jij een beetje op je hoede bent. Misschien niet goed erop durft te vertrouwen, hè? Wat al even naar voren kwam. Dus ook al zie je nog geen vooruitgang, ja, toch wordt er gevraagd dat je vertrouwt op het universum. Deze persoon is zich aan het vrijmaken en we hebben dus waarde 8. Dus dat vrijmaken is ook echt nodig. Want dit is iemand die vastzit. Hopelijk figuurlijk. Hè? Niet letterlijk vastzit in de gevangenis. Maar juist ja, het gevoel heeft vast te zitten, hè, in de situatie waar diegene nu in zit. Dus bijvoorbeeld dus in een andere relatie. Nou ja, kinderen. Hè? Noem maar op. Maar wat we hier zien is die vereniging van jullie. Van die 2 soulmates die samenkomen met de bekers 2. Die liefde die is hier. Jullie kunnen gaan genieten van die liefde. Gevoelens worden uitgesproken. En zwaarde 3. Er is echt wel serieuze pijn geweest, hè? Nou, dat zagen we ook al even, hè? Met de hamer, boze geesten, je bent op je hoede. Dus er is echt wel het een en ander gebeurd. Maar nu is die golf van succes hier. En is het de bedoeling dat je juist meegaat op die golven. Op die goede golven. Want die zijn op dit moment in beweging en daar kun je op mee. Op meevaren eigenlijk, hè? Op meeliften op die golf. Want het geluk is nu aan jouw kant. Een universum staat achter jou. Deze persoon die maakt een keuze, die kiest voor jou. Die komt los eigenlijk uit het vastzitten en die kiest voor jou. hebben we de bekers 4. Dus jouw manifestaties gaan één voor één komen één voor één bij jou, hè? Manifesteren zich, jouw wensen gaan in vervulling. Zorg dat je ze ziet als ze naar je toe komen. Dat je niet die blinddoek op hebt omdat je op je hoede bent. Zorg wel dat je je openstelt en dat je eigenlijk gewoon open overal naar kijkt. Want de dingen worden je aangereikt, één voor één. En het lijkt een beetje alsof je de andere kant op kijkt, omdat je misschien op je hoede bent of bang bent. En daardoor dingen mist eigenlijk. Bekers 10. Alle geluk in de liefde. De koninginnen van zwaarden. Alle geluk in de liefde komt op jouw pad. Je krijgt alles wat je hebben wilt. Hè? Bekers 10. Jouw ware liefde. Jullie komen samen in een relatie. Kunnen gaan genieten van die liefde. Van al het moois wat er aankomt. En... iedereen is blij voor jullie. De mensen om jullie heen zijn blij voor jullie. Kinderen ook. Sommige mensen zijn geschrokken. Die zien het niet aankomen. Het ziet eruit als gelijk een soort schifting in mensen om jullie heen. Hè? Die worden ook gelijk onderscheiden van... die zijn wel goed, die blijven en die blijven niet. Dus er wordt een soort schifting gelijk gemaakt in alle mensen in je leven. In jullie leven eigenlijk. Allebei jullie levens. Ja, jij bepaalt eigenlijk wat er gebeurt. Jij hebt het heft in handen. Jij bepaalt wat je wilt, hè? Wat je accepteert van deze persoon, van de mensen om je heen, van jezelf. Jij weet wat je wilt en wat je ook wilt voor de toekomst. Jij beslist. Oké, ik ga nog even verder met de legging in de verlenging. Ik kijk dan wat meer naar jouw soulmate, hè? Dus wat voelt jouw soulmate en wat gaat er gebeuren ook in de toekomst, hè? Wat verdere toekomst, dus wat voelt jouw soulmate, wat gaat diegene voor actie ondernemen, wat gaat er precies gebeuren. Dus ik zet de link in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed en dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!